wat ons is bezig om te praat oor goeie gewoontes. En ons het laas week, het ons gepraat oor jou eerste liefde. En vanochtend gaan ons praat oor, jy weet, want dit is nou een aanleiding wat ons hierdie reeks doen, nadat ons vir die vorige reeks gepraat het oor transformatie, en in transformatie het ons gepraat van, ek moet verander, ek moet vernieuwe. En vandag het ons, laas week het ons gepraat oor, ek moet weer eens besef, wie is my eerste liefde? En vandag praat ons oor, hoe groei ek? So ons gaan vandag een bykie van een praktische project beleef, ok? So, maar ek wil begin om vanochtend met julle te praat en vir julle, wie van julle is al fed up vir die jaar? Wie wil hê die jaar moet al voorbij kom? Ek het een ruk terug gevraag, toe was al een paar eerlikes wat gesê het, ons kan nie meer nie, ons wil. Maar dit is nou closer aan die einde van die jaar, so wie is nou really, really fed up vir die jaar? Ok, julle om eerlik is. Maar die van julle wat so, ek sit by een ander gemeente in vergaderings, rechte vergaderings, nie die ander board meetings hier, hoor, rechte board meeting. En dan, onder ek nou by hulle wil hoor wat hulle doen en wat hulle visie is en so aan, het van hierdie mense nou al gegaan en al beplanning gedoen vir volgende jaar. So wie van julle het al begin beplan? Ok, so daar is van julle wat al in beplanning gekom het en een struktuur, en ons is ook bezig, en ons sal bykie later met julle gesels oor wat die nieuwe beplanning is vir die gemeente en so, en wat ons visie is en al die soort van dinge. Maar so kom een mens is fed up, maar mens wil iets niets ook doen. Wie van julle het begin al beplan vir Kersfees en vir die vakantie en nou is al boude in ons feestkas waarvan ek nie eens weet nie, maar dit is daar. So is die beplanning al. Maar so doen een mens, en in die alle dagelikse lewe, kom een mens op plekke waar jy een bykie moet afstof, een bykie gaan oordink van die jaarse activiteite, en dan moet een mens een bykie nieuwe beplanning in doen, want wie van julle het al nieuwe, hoe sê een mens dan nou, die mooie Afrikaanse woord, wish list vir die nieuwe jaar. Een wenslys. Daai wat jy wil gaan gym, en daai wat jy wil gaan diet, en daai wat jy wil van die berge wil gaan spring, en ek weet nie wat al, weet al so een vir die nieuwe jaar? Voornemens, daar is sy. Weet al voornemens vir die nieuwe jaar? Goals. Ok, ja, dit is jylle. So daar is van jylle, maar daar is al so baie wat ons al gedoen het, en jy weet, op 31ste, dan hier so die eerste slat, dan sê ons, yes, dit gaan ek doen, en dit gaan ek doen, en dit gaan ek nie doen nie, en al so, en hoeveel van die goed realiseer dan in jou leven? Nie veel nie, nee. Kom ons wees eerlik. Maar ek wil vanochtend drie gedagtes met jou deel, wat ons moet bykie gaan na kyk oor, dat ons werkelijk waar ernstig is, ook in ons geestelike groei. Want ons is soveel plekke in ons fysische leefwijse, en dit wat ons hier met mekaar te doen het, en wat ons sien, wil ons beplanning doen, en plaat dinge ons, maar baie keer in ons geestelike lewe, wat die belangrikste is, laat ons baie goed na. Gee ons nie soveel aandag aan nie. Want ons dink dit is so belangrik nie. En ek het besef in die afgelope tyd, en as jy my sien wat in die wereld gebeur, hier in Suid-Afrika gebeur, dan besef een mens, maar hoor jy, ek moet begin een bykie ernstiger raak met my geestelike lewe, want dit is baie moontlik dat my fysische lewe nie meer baie lang is nie. So, ons gaan nie een tekstvers lees as een opening nie, maar ek gaan vir jou paar tekstvers te lees in die gedagtes met wat ek met jou wil deel. En die eerste ding, nou aanleid ek van wat in die gemeente gebeur het, wat ek dink wat belangrik is, vir geestelike groei, wat ons moes gedoen het in die gemeente, is
om een inventaris te nemen. Nou, weet jy wat een inventaris is? Is een bate, een stocktaking, kom ons sê het so, dat ons allemaal het kan verstaan. Nou, in baie ander aspekte in ons leven, zelfs in ons eiendom, neem ons baie keer stocktaking, een inventaris, om te zien wat ik bezit. Maar dan kom ons bij een plek waar ons moet kom sien dat ons zelfs in ons leven, in ons geestelijke leven, een checklist moet kijken. Je weet, soos een medische, nou en dan gaan ons voor een medische onderzoek, so moet ons kom in ons geestelijke leven, waar ons net tot stilstand kom, en sê, wee, hoe lyk my geestelijke leven? Is my geestelijke leven op standaard? Is dit van toepassing? Is God happy met hoe ik lyk en leef? Maar baie keer leef ons volgens dit wat mensen van ons verwacht, volgens dit wat ik wil hê, want ek sien baie keer in ons samenleving is die belangrikheid van hoe ik het wil hê, hoe ik gemakkelijk is, en ik zal enigiets sê en enigiets doen op de kosten van ander mense, want het is myne, dit is hoe ik het wil hê. En dan wonder een mens waar Christus een gesindheid inkom om een checklist, om te sê, maar hoe, pas, my leefwijze met die vruchten van wat God in die Bijbel sê, hoe ik moet leef. Is dit rechtig waar, hoe God naar mij wil hê, dat als andere mensen mij zien en optoeien, is God happy met wat hij ziet? Dan moet ik op een plek komen om te zeggen, hoe zo, laat ik net een beetje stil raak. Laat ik net een beetje gaan kijken, want baie van ons is zo enkel aan die begin om geestelijk te wees, en wanneer ons God ontmoet, jy weet, dat stap ons hier pad, maar dan op een kol, dat stak ons op een punt waar ons net nie aan die gang kom nie, dan raak ons geestelijk dormant. En dan raak ons vet babas in die kerk. Maar dan moet die arme pastoor elke keer kom en sê, oh, voor toch, gee my vir hom nog een lepelkie, oh, en dan wil hy my nog hê. Jy weet, dan sit ons so en ons raak net vette, en ons besef nie, dat ons werkelijk waar moet groei en aangaan, zodat ons geestelijk fiks kan word nie, geestelijk gezond kan wees nie. En daarom moet ons altijd op een plek kom, altijd in ons levens kom kyk op een checklist om te sien, Here, is ek op die plek waar u wil hê ek moet wees? Hoor wat sê die Bybel oor omtrent hierdie saak? Spreuke 14 vers 8. Een mens wat nie weet hoe om reg te leef nie, sy lewe is leeg. Lewenswysheid maak jou gelukkig. En hoe baie van ons bevind ons self op plekke waar ons dink ons is so alright. Maar eindelijk is ons nie so alright, ons is so ongelukkig, want ons leefwijze is nie soos wat God wil hê dit moet wees nie. En weet julle wat? Ongeag, daar diep binnen, weet jy in jou hart, jy weet, jy is nie op die plekkie. Tweede punt, hoe ek geestelijk kan groei, kom in aksie. Efesiërs 5:15 en 16 sê, wees baie voorzichtig hoe julle lewe. Leef soos mense wat weet wat God van een sinvolle lewe verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Bybel het baie regheid om te in die saak. So ons moet op een plek kom, ons kom op baie areas, ons stel vir ons doelwitte, ons het een checklist, ons het vir ons nieuwe jaars voornemens, ons doen al die goed, in ons fysische leefwijze, maar wanneer het kom by geestelike lewe, dan haak ons baie keer stil, en ons beplan nie selfs in ons eie geestelike lewe, so dat ons vooruit kan gaan nie. Dit vraag ook beplanning, om te sê, Here, dat ek meer moeite sal doen, om by u uit te kom. Here, dat ek meer sal ervaar, so dat God meer in my lewe kan deponeer. Here, ek kom in aksie, so dat God saam met my kan beweeg. Maar God kan nie iemand wat net die hele tyd wil sit, saamvat nie. Wat weet julle wat? God is altyd aan die beweeg.
En as ons nie saam met God beweeg nie, dan bly ons agter. En so kom baie kerke op plekke waar hulle dink, want hulle dra die naam, sê die openbaring van Jesus Christus, hulle dra die naam van een kerk, maar God het al reeds aan beweeg, dan sit ons nog steeds hier so, want ons dra die naam, ons het die traditie, ons het die gebouw, ons lyk so wonderlik, maar God het aan beweeg, want ons het nie in aksie geblei nie. En God vaar vir jou, as jy geestelik wil groei, dan moet jy actief wees, en actief in hom wees. Daarom moet ons kyk na ons areas, en ons moet kyk hoe ons Godse verhouding deur ons areas vloei. In elke aspek, wanneer God dan wanneer ek actief is in my geestelike lewe, wanneer ek hom toelaat om actief te wees binnen in my, sal die activiteit uitvloei na alle areas, na my fysische areas toe, na my werk areas toe, na my familie areas toe, na my vriendese areas toe, na my sociale areas toe. Maar ek moet in aksie kom. En ek moet toelaat dat my hele leefwyse, my hele bestaan, actief gemotiveer word, deur dit wat God, dit wat ons nou in die liedjie gesien het, He died for you, do you live for Him? Jy weet, op baie keer het ons hierdie gedagte, ja, die Heer het vir my gesterf, ach, wonderlik. Ja, die Heer het al hier goed vir my gedoen, o, so wonderlik. Maar ons is nou dormant. En dan wonder ons, hoe kom ons so in ons areas van ons levens so val? Dan wonder ons, hoe kom ons so dood is? En so net ons nie saam met God beweeg nie. So as jy geestelik wil groei, beweeg saam met God. Laat toe, dat sy geest deur jou beweeg. Dan die derde punt, wat een baie, baie belangrike punt is, en ons hoor dit baie, en ons sê dit baie, maar is dit werkelijk waar, die ware geval, die waarheid in ons leven, en dit is, Jesus moet ons middelpunt wees. Is Jesus werkelijk waar, ons middelpunt, of sê ons dit, omdat dit van ons verwag word, omdat ons aan die kerk behoort, dan moet ons het sê. Ons het baie belydenisse, baie keer in die kerk, wat ons sê, maar ons doen het nie. Hoor wat sê die Bybel, en julle ken hier, verskriklik bekende gedeelte, Matteus 6 vers 33, Beywer julle al eers vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al die dinge gee. Eers God, dan die ander dinge. Maar wat maak ons? Eers die ander dinge, dan God. O, en dis net as hy inpas in sekere aspekte, in tyds lewe. Eers God. Kolossense 1 vers 15 en 16 sê, niks in die skepping kan met hom vergelyk word nie. Alles is deur hom gemaak. Alles wat gemaak is, moet daarna streef om hom gelukkig te maak. As jy gaan kyk na die skepping, dan sien jy die skepping is van so aard gemaakt, dat het hom aanbid, dat het hom verheerlik. Hoeveel te meer met ons, wat een koneksie met God het, wat in verhouding met hom staan, om sê, Heere, hy is die middelpunt in my leven, en daarom wil ek hy, in alles wat ek doen, in alles wat ek aanpak, vereer en verheerlik. Omdat hy die middelpunt is in my leven. So moet ons in elke aspek, in ons tyd, in ons finansies, in alles wat jy doen, moet jy beginne saai vir God, so dat God vir jou kan beginne gee. Maar God kan nie niks sien nie, God wil nie niks sien nie, hy wil iets sien, hy wil sien, jy neem een poging aan, en gee, en wys vir hom. Wat anders raak jy bedorwe brokkie. En ons het so baie bedolwe brokies in die kerk.
God roep ons op, en vooral in die tijd, vooral in die era waarin ons leef, om te sê, is ek die middelpunt van jou leven? Is ek die een waarom alles draai? Of is het jij waarom alles moet draai? Dat is ook om jou leven uit elkaar uitval. Daarom moet ons net zeker maken om te sê, in my geestelike groei, as ek wil groei, Here, ek het gekom op een call waar ons gehoor het in die transformatie reeks, om te sê, Here, ek moet verander. Maar Here, ek kan nie net verander om te verander onder, soos wat ek wil verander nie, maar Here, ek moet verander zodat jy die middelpunt word. Ek moet uitskuif, dis deel van verander. Ek moet uitskuif uit positie uit, zodat God in positie kan inskuif. So waar staan Jesus vanmorgen in jou leven? Ons moet op een plek kom te sê, Here, ek wil geestelik groei. Ek wil maak dat ek meer kan word soos jy. Wat weet julle wat? In hierdie tyd waarin ons leef, en ek wil daarmee afsluit, is een tyd waar mense na ons kyk, en wat hulle na ons kyk, wil hulle sien, wil hulle ervaar, is jy, weerspeel jy die ware Christus? Of as hulle na jou kyk, sien hulle maar net nog een plastic op een vlakke, sugar-coated person. Jy weet wat is sugar-coat? Jy kan hier lekker, ne? Dat hulle hier lekker suiker om, maar as jy deel om gekou het, nee, ek het gewoonlik hy sweets van die kinders af. Nou as jy hom klaar gekou het, is hy of suur of bitter. En so baie van ons as Christene is so, mense kou aan ons, dan poel hulle een bykie van soetigheid, want ons praat baie keer die rechte taal, maar sodra hulle begin aan ons eet, dan ervaar hulle suurheid of bitterheid. En wat maak hulle met ons? Hulle spoeg ons uit. En God roep ons vanmorgen om te sê, as jy geestelik wil groei, as mense aan jou kou, laat hulle die suiker van God in jou leven proe. Maar dan moet hy jou middelpunt word. Sê, ek wil afsluit vanmorgen. As jy wil geestelik groei, maak seker waar jy staan. Maak seker hoe lyk jou checklist. Maak seker, hoe lyk jou aksieplan? Maak seker, waar Jesus in jou leven staan. Jy, baie dankie, dat ons op so'n plek kan kom, soos vanoggend. Werkelijk waar, een introspeksie in my leven te doen, een checklist, een check-up te doen. Om werkelijk waar te sien, jy, waar ek met u staan. En jy, ek wil bid, as ek weet, ek val, want ons allemaal val, Here, maar help ons, zodat ons geestelik kan groei. Help ons, zodat Jesus die middelpunt bly van ons levens. Wil ek vanoggend kom bid, Here, dat U vir ons hierdie boodskap so duidelik sal maak in ons levens. God alles in ons levens sal wees. Jy is in hierdie tyd, waar ons voor hierdie toestand kom om te weet, as ek nie gereed is nie, maak ek het nie. Help ons om gereed te wees. Dankie daarvoor. Amen.